Hallo allemaal, ik ben Bart Koppens en ik kom mezelf vandaag aan jullie voorstellen. Ik ben een vlinderkweker uit Nederland en wat ik eigenlijk doe met vlinders is complex, omdat ik er heel veel dingen mee doe. Ten eerste heb ik in verschillende vlindertuinen gewerkt, in verschillende werelddelen, bijvoorbeeld Cambodja en Laos, waar ik de lokale bevolking heb opgeleid om vlinders te kweken. Ook werk ik in de wetenschappelijke collectie van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam, waar ik me bezig hou met de vlindercollectie. Ook ben ik hobbymatig vlinderkweker en onderzoeker. En daarnaast ben ik ook nog eens een YouTuber die een kanaal heeft over vlinders en parttime voor zijn inkomen video's maakt over vlinders. Wat vind ik nou zo fascinerend aan vlinders? Nou, eigenlijk ben ik altijd al vanaf kleins af aan gefascineerd door insecten en voornamelijk vlinders. Waarom dat zo is, is moeilijk uit te leggen, omdat het voor mij voelt alsof ik ermee geboren ben. Toen ik 5 jaar oud was, kweekte ik al vlindertjes op in potjes uit de achtertuin, bijvoorbeeld koolwitjes, waarvan ik rupsen kon vinden, uit de kool uit ons moestuintje. En daar ben ik eigenlijk nooit mee gestopt. Maar wat ik wel interessant vind aan vlinders, is dat het iets is wat veel mensen wegzetten als iets wat primitief is en klein en niet het bestuderen waard is. Maar als je dieper kijkt in de wereld van insecten, kom je er eigenlijk achter dat het eigenlijk toch een van de meest complexe groepen dieren zijn die er bestaan. Bijvoorbeeld de kleuren op de vleugel van een vlinder, daar denken niet veel mensen over na. Maar eigenlijk de manier waarop alleen al hun kleuren tot stand komen, bepaalde groefjes die ze op hun schubben hebben, die alleen een bepaalde golflengte licht terugkaatsen naar de persoon die ze bekijkt, terwijl alle andere golflengte licht worden weggefilterd, is eigenlijk iets heel complex. Tot de feromonen die ze gebruiken, of de chemicaliën die ze gebruiken om zich te verdedigen tegen roofdieren. Niet alleen zijn insecten heel erg complex, ze zijn ook heel erg belangrijk. Insecten zijn de meest diverse groep dieren op onze planeet, maar ook zijn het de dieren die aan de bodem staan van de voedselketen. Zonder insecten zouden heel veel soorten zoogdieren, vogels, maar ook planten niet kunnen overleven. Zo is het bijvoorbeeld dat 85% van alle soorten planten wordt bestoven door een insect. Zonder insecten zouden we zwaar in de problemen zitten. Maar toch is het de groep dieren waar we het minst van weten en waar mensen zich het minst in verdiepen. En ik vind dat raar. En dat is waarom ik insecten eigenlijk mijn hele leven fascinerend en belangrijk heb gevonden. En eigenlijk passie voor deze dieren wil promoten. Als je een amateur bent die iets nieuws wil ontdekken over de natuur, is het goed om te beginnen met insecten. Omdat het eigenlijk heel makkelijk is om als amateur iets nieuws te ontdekken over deze dieren. Omdat ze zo ongelooflijk divers zijn, dat heel veel simpele feiten over deze dieren nog niet zijn vastgelegd. En dat is wat ik graag doe als, ja, hoe zou je me willen noemen? Amateur entomoloog, YouTuber, vlinderkweker. Jullie mogen kiezen welke naam jullie mij geven. Maar mij gaat het er vooral om dat ik nieuwe kennis naar buiten breng en misschien meer mensen enthousiast kan maken over deze dieren.
Nou, wat ik voor vandaag voor jullie hier heb, is een nachtvlinder uit Marokko. Zijn wetenschappelijke naam is Amata mogadorensis. Het vlindertje lijkt heel erg op een wesp. Het is een vorm van mimicry, waardoor roofdieren het met rust laten. Maar het is ook een vorm van aposematisme, omdat deze vlinders ook mild giftig kunnen zijn. Dit omdat ze bijvoorbeeld alkaloïden opslaan in hun lichaam, die ze uit de waardplanten halen, eigenlijk uit hun dieet. Het zijn gifstoffen uit planten die ze niet zelf aanmaken, maar eigenlijk gewoon in hun vetlichaam opslaan, waardoor de vlinder zelf ook giftig wordt en beschermd van roofdieren. In tegenstelling tot de andere nachtvlinders die ik hier heb vandaag, is het een dagactieve nachtvlinder. Dat betekent dat hij overdag vliegt. Het woord nachtvlinder is eigenlijk heel bedriegelijk, want het heeft niks te maken met wanneer het dier actief is. Het is meer een soort taxonomische groep eigenlijk, die ze bijvoorbeeld scheidt van dagvlinders. Nou, deze vlindertjes zijn heel polyvaag. Ze hebben een heel warm klimaat nodig. Ze komen uit Marokko en ik heb ze bijvoorbeeld opgekweekt op planten zoals braam en paardenbloem. En dat was het eigenlijk. Wat ik hier heb, zijn rupsen van een vlinder die jullie gewoon in Nederland kunnen aantreffen. En hij is verbazend algemeen. Zijn naam is de witvlakvlinder. De wetenschappelijke naam is Orchia antica. En het is eigenlijk een soort donsvlinder. Ze zijn bijvoorbeeld gerelateerd aan de plakker. Ook een hele bekende vlinder als je daar een beetje verstand van hebt. En wat eigenlijk apart is aan deze soort, is dat de vrouwtjes van deze vlinder geen vleugels hebben. Nou ja, technisch gezien hebben ze wel vleugels, maar de vleugels zijn gereduceerd tot stompjes. En dat komt eigenlijk omdat de enige rol van het vrouwtje is bij deze soort, is het leggen van eitjes. De mannetjes die hebben wel vleugels en de mannetjes kunnen grote afstanden afleggen op zoek naar de vrouwtjes om mee te paren. Maar voor de mensen die ooit een vrouwtje zijn tegengekomen in het wild, die vergeten die ervaring waarschijnlijk niet. Ze zien er heel bizar uit. Eigenlijk gewoon een rondharig bolletje met pootjes. Niet wat je zou verwachten van een vlinder eigenlijk. Nou, waarom dat eigenlijk zo is, is waarschijnlijk is een leefomgeving heel stabiel. Dat betekent dat ze geen grote afstanden hoeven af te leggen om zich te verspreiden, om te hoeven overleven. Waardoor de rol van vleugels eigenlijk minder belangrijk is geworden in hun evolutionaire geschiedenis. En als iets minder belangrijk wordt, dan gaat de natuur daar minder in investeren. Als je minder energie stopt, bijvoorbeeld minder grondstoffen, minder biomassa in de ontwikkeling van vleugels, kan je meer grondstoffen leggen in het leggen van eieren. Daardoor zou je bijvoorbeeld meer eieren kunnen leggen in plaats van het ontwikkelen van vleugels. En ook de spieren die vleugels en het vliegen eigenlijk onmogelijk maken. De rupsen zijn ook heel bizar. Ze zien er heel schattig uit. Ze hebben aparte borsteltjes die ze ook beschermen van roofdieren. Als je ze tegenkomt, het kan zijn dat ze jeuken als je ze aanraakt, maar verder zijn ze vrij onschuldig. Dus als je ze in je tuin tegenkomt, maak je geen zorgen. Dus bij deze, de witvlakvlinder. Hier heb ik nog een interessante vlindersoort voor jullie. Dit is de hemelboomvlinder. De wetenschappelijke naam is normaal Samia ricini. Maar in dit geval gaat dat niet helemaal op, omdat ik ze heb gekruist met een andere wilde soort nachtvlinder. Dat is een andere nachtvlinder uit Azië die er sterk aan verwant is, Samia cynthia. Er wordt zelfs gedacht dat ricini een ondersoort is van cynthia. Het echte verhaal is erg complex, omdat de ene is een gedomesticeerde zijdevlinder. En er wordt gedacht dat de andere soort eigenlijk de wilde variant is die ooit gedomesticeerd is in gevangenschap. Dus misschien is het hetzelfde ding, misschien niet. Het belangrijke voor jullie is in ieder geval dus dat ik ze heb gekruist. En dat deze nachtvlindertjes daarom een beetje uniek zijn. Ze zijn anders dan de meeste andere hemelboomvlinders die je zal zien in gevangenschap. Omdat ik dus eigenlijk de wilde variant heb gekruist met de gedomesticeerde vlinder. En je ziet al een kleine aantal verschillen in hun kleur. Ze zijn bijvoorbeeld wat lichter in kleur, wat bruiner. Ze zijn om een of andere reden ook wat kleiner geworden dan de oorspronkelijke wilde vlinders. Waarom dat is, weet ik niet. Het zal misschien een genetische oorsprong hebben. Ze zijn in ieder geval heel mooi. En dit soort zijdevlinders worden wereldwijd gekweekt, inderdaad, voor de productie van eriezijde. Een commerciële soort zijde die soms nog wordt verwerkt tot kleding, bijvoorbeeld. De oorsprong van deze dieren is Azië, bijvoorbeeld de Assam-provincie in India, maar ook delen van China. Je kan ze op heel veel kweken, bijvoorbeeld kers, amberboom, wonderboom. Ze lusten heel veel soorten planten.
Deze vlinders leven helaas maar heel kort. Ze hebben geen functionele monddelen, ze kunnen niet eten. Ze verhongeren eigenlijk na een week. Maar ze zijn wel heel mooi. De meeste rupsen zijn vriendelijk, maar toch zou ik het niet aanraden om iedere rups die je in het wild tegenkomt zomaar aan te raken. Sommige rupsen kunnen namelijk heel naar steken. En dit is er één van. Dit is een soort nachtbaloog uit Mexico. Helaas heeft deze opnieuw geen Nederlandse naam. Het heet een Limerodirvia laciocampina en er is heel weinig over bekend. Dat is waarom ik ze kweek eigenlijk. Ik wil de levenscyclus wat meer in kaart brengen. Maar het interessante is, deze rupsen zijn bedekt met giftige stekels. En als je ze aanraakt, kan je een hele nare steek verwachten. En als jullie willen, kan ik het jullie laten zien. Wat ik nu ga doen, is ik wrijf de rupsen langzaam over mijn huid. 3, 2, 1. Ah, ik voel het nu op dit moment steken. En als jullie over een paar minuten wachten, kan je het resultaat ongetwijfeld zien. Het doet best wel pijn. Het brandt heel erg. Het voelt als een brandnetel, maar eigenlijk veel en veel intenser. En deze giftige stekels van deze soort zorgen ervoor dat roofdieren er twee keer over nadenken voordat ze ze lastig zullen vallen. Ah, het brandt best wel. Kijk, je ziet het al heel langzaam bijtrekken. Het kan wel 5 minuten duren hoor, maar... Jijks. Nou, hier is de volgende soort waar ik jullie iets over kan vertellen. Dit is eigenlijk een van de grootste soorten die ik op dit moment heb. Zoals jullie kunnen zien is het een gigantische en prachtige nachtvlinder. De wetenschappelijke naam is Antheria perni. En het is ook een vlinder die commercieel gekweekt wordt voor zijde, omdat de cocons toch van goede kwaliteit zijn en vaak verwerkt kunnen worden tot bijvoorbeeld kleding. Deze grote bruine nachtvlinders komen uit Azië. In het bijzonder komen deze uit China. En een van de voornamelijke waardplanten is eik. In het Engels wordt het ook wel ook silk moths genoemd. Ze hebben 2 generaties per jaar en ze zijn ook heel beginnervriendelijk. Dus als jij wil beginnen met de vlinderhobby, is het een goed idee om te beginnen met deze soort eigenlijk. Zodra je eikenbomen in de buurt hebt, zijn ze heel makkelijk te houden. Zoals jullie kunnen zien hebben ze hier ook hele mooie oogvlekjes die in het midden doorzichtig zijn. Je kan er zelfs een beetje doorheen kijken. Zien jullie dat? Wat ik hier heb is een vrouwtje en de rest zijn mannetjes. Het verschil kan je zien aan de antennes als je van dichtbij kijkt. Maar de vrouwtjes hebben dus eigenlijk hele kleine en dunne antennes, een beetje als touwtjes. En de mannetjes, die hebben eigenlijk hele dikke vederachtige antennes. Kunnen jullie het verschil zien? Zie je het verschil in de antennes? Dat komt vooral omdat de mannetjes degene zijn die de vrouwtjes moeten vinden op basis van geur. En de antennes zijn een chemoreceptor, eigenlijk een soort neus die ze gebruiken om de vrouwtjes te vinden. Dus makkelijk te zien. Nog een soort waar ik jullie over wil vertellen is deze rups hier. Helaas is het zo dat heel veel vlindersoorten uit de tropen eigenlijk geen algemene Nederlandse naam hebben. Maar hij heeft wel een wetenschappelijke naam. Bunea alkino. En het is een soort nachtpauwoog, Saturnidae. Misschien kennen jullie die vlinders in Nederland ook, bijvoorbeeld de kleine nachtpauwoog. Het is dezelfde familie. In de tropen worden ze alleen wel een heel stuk groter, zoals jullie kunnen zien. En deze vlinder komt voor eigenlijk in wel de meeste delen van tropisch Afrika. Vooral in de beboste delen. De rupsen zijn ook heel polyvaag. Ze kunnen honderden planten accepteren. En wat apart is, hier heb ik ze bijvoorbeeld op, wat is de Nederlandse naam ervoor? Liquid amber. Volgens mij is het amberboom. En dat is eigenlijk een plant uit Azië, maar die accepteren ze ook in gevangenschap. En de rupsen die zijn heel mooi. Je moet wel voorzichtig zijn, want als je ze op de verkeerde manier hanteert, dan kunnen ze braken. Dat is een verdedigingsmechanisme. Heel veel insecten die hebben een krop. Een krop is eigenlijk een soort voormaag waar onverteerde voedselresten in zitten. En omdat deze rupsen heel veel soorten planten kunnen eten, waaronder soms ook giftige planten, kan dat braaksel irriterend zijn voor bepaalde roofdieren. Dus je weet maar nooit, het zou zijn leven zomaar kunnen redden als die worden lastiggevallen door bijvoorbeeld een vogel. De meeste rupsen zijn al verpopt, maar ik weet niet of jullie het kunnen zien. Hier heb ik er nog een aantal zitten op de amberboom. Zien jullie dat? Last but not least,
kan ik jullie iets vertellen over een soort kever die ik aan het kweken ben op dit moment. Wel een disclaimer, mijn specialisme zijn vlinders en niet kevers. Kevers zijn voor mij eigenlijk een soort bijhobby die ik naast de vlinders doe. Ik kan er dus niet gigantisch veel over vertellen, maar dit is mijn eerste soort eigenlijk en mijn eerste kweekproject en tot nu toe is het goed bevallen. Ik hou altijd van metamorfose, ik vind metamorfose fascinerend. En ondanks het feit dat ik mijn hele leven al bezig ben met vlinders, toen ik nadacht over een tweede insectengroep die ik kan kweken, kwam ik dus bij kevers uit. Want die hebben dus ook een volledige gedaanteverwisseling en dat vond ik fascinerend eigenlijk. Het interessante aan keverlarven is dat ze in staat zijn om dood en rottend hout om te zetten in voedingsstoffen. Dit gaat eigenlijk via een speciaal proces in een ingewanden. Het zijn eigenlijk zo schimmels die cellulose afbreken tot, ik geloof het is lignine dat ze nodig hebben. De stof die dan vrijkomt als de schimmels het cellulose afbreken. En de rest van deze stof wordt afgebroken in de keverlarven zelf. Daarom moet je ze kweken in een substraat van gefermenteerd hout. Je kan het zelf maken, je kan het ook online kopen. Daarin stop je de keverlarven. Als het substraat de goede warmte en vochtigheid heeft en voedingsstoffen, dan ontwikkelen de larven zich hier eigenlijk vrij zelfstandig in tot kevers. Deze soort komt, geloof ik, corrigeer me als ik het fout heb, uit het Midden-Oosten. Ik weet dat ze gevonden zijn in Libanon, in Israël en misschien zelfs Turkije. De soort heet Protatia speciosa juscelini. Ik heb vernomen dat het een nieuwe soort is in kweek. Maar desalniettemin, dit is echt mijn allereerste soort kever. Dus als ik iets fout zeg, vergeef het me alsjeblieft. Verder ben ik een mottenman, maar ze hebben zulke mooie kleuren. Eigenlijk konden ze niet wegblijven uit deze video. Dus wat is de Nederlandse naam daarvoor ook weer? De wetenschappelijke naam is Notus corniculatus. In Engels heet het birdsfoot trefoil. Rolklaver, dat is het. Oh ja, rolklaver. Rolklaver is eigenlijk de enige waardplant van het Icarusblauwtje. Ja, ze gebruiken ook soms gewone klaver, maar daar houden ze niet zoveel van. Het is vooral echt de rolklaver. En die heb ik dus in een pot speciaal voor gekweekt. Met, vanaf zaadjes zie je dat. En als je hier gewoon een paar vrouwtjes in loslaat uit het wild, leggen ze overal eieren. Oh, hier zie je de rups als je het willen zien. Wat jullie hier zien is een volgroeide rups. En dat is misschien een beetje gek, omdat ik jullie net allemaal grote rupsen heb laten zien. Maar niet alle rupsen worden zo groot. Sterker nog, het merendeel van de vlinders is maar een paar centimeter groot. En de grote zijn vaak uitzonderingen. Hier zien jullie de volgroeide rups van een vlindertje wat je in Nederland heel makkelijk tegen kan komen. Het Icarusblauwtje. Polyomatis Icarus. Bijna iedereen in Nederland komt hem wel eens tegen als je in de zomer in een grasland gaat lopen. Zit het vaak helemaal vol met Icarusblauwtjes. In gevangenschap zijn ze vrij makkelijk te kweken als je bijvoorbeeld een rolklaver plant, hun voornaamste waardplant in Nederland. Dus een rolklaver. En de vrouwtjes zetten hier vaak hun eieren op en hebben meerdere generaties per jaar. Wat interessant is dat de rupsen verzorgd kunnen worden door mieren. Ze kunnen hun suikerachtige secretie uitscheiden die de mieren graag drinken. En daardoor worden ze beschermd tegen roofdieren door de mieren. Maar dat hebben ze niet per se nodig, want in gevangenschap heb ik geen mieren erbij en de rupsen overleven ook prima. Het is een beetje een bonus als ze mieren kunnen vinden, maar het is niet nodig voor een ontwikkeling. Dus bij deze het Icarusblauwtje.